dat is hem gewoon. Het is gewoon fucking bij Ace Online. Ja hoor, de barbaar. En dan geef je hem al de barbaar, hij is online. Zie? Hij, staat hier, hij heeft gewoon hier te lopen bouwen in fucking Roemas. De barbaar, wat zit hier in godsnaam in? Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Kingdom aflevering. Jullie zien het, ik ben teruggekomen uit de jungle. Ik ben hier net weer in Roemas gebied, want dat lijkt me wel verstandig. Ik heb ook gezien... Jullie zouden graag willen dat ik nog verder ga. Gaat waarschijnlijk ook nog gebeuren. Ik heb in ieder geval geen ban van de Kingdom. Want je ziet het, ik ben er nog steeds. Maar ik kreeg wel een verontrustend bericht van een aantal oplettende kijkers. En die zeiden, Duffy, Shemal, oftewel koning Shemal van Yennava, die zou bezig zijn geweest hier in Roemas met iets te bouwen. Of iets te slopen, iets te bouwen. Nou is het natuurlijk zo dat ik zoiets heb van, wait a second, die... Dan moeten wij eens even gaan onderzoeken wat hier allemaal in godsnaam is gebeurd. Ik ga er ook niet zomaar in zijn ding iets bouwen. Dus we gaan maar eens even kijken hoe en wat allemaal. Ik heb werkelijk maar geen idee. Heb je in ieder geval zin in? En wil je kans maken op een Kingdom Invite? 500 likes en er komt een Kingdom Invite. En je moet ook even abonneren. Het belletje erbij aanklikken. Nu ook je denkt, Duffy, moet ik dat verder doen om te winnen? Je moet er zorgen dat je door een koning wordt geïnvite. Moet je niet bij mij komen. Ik zeg alleen dat je een invite kan winnen als je door een koning wordt geïnvite. En dat is... Sorry mensen, ik geef geen invite weg. I'm sorry. Oké? Okay? I'm sorry. Maar dat maakt helemaal niet uit, toch? Ik bedoel, de video blijft leuk. Ondanks dat, toch? Ja, zeggen we dan. Goed zo. Wat ik dus nu ga doen, is ik ga nu naar Roemas toe lopen. Het is een klein stukje lopen. Hier naar de muur al. Want we moeten dus even nu gaan kijken waar de hel Shemal bezig is geweest met het verdelgen en het vervuilen van Roemas, want dat is in wijze natuurlijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft gewoon Roemas vervuild met zijn knecht Timon. Timon zou het vast leuk vinden als hij dit kijkt dat ik hem een knecht noem, kappa. Heeft hij gewoon hier met zijn grote zandvoeten in mijn moerasdrap gestaan? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is vrij simpel, dat kan natuurlijk niet. We moeten alleen wel even gaan kijken waar in godsnaam het is gebeurd, want ik heb werkelijk maar geen idee... Waar het is gebeurd, om zo maar te zeggen. Ik weet wel dat dit is natuurlijk ooit een muur die zou ooit afgemaakt moeten worden. Is nooit gebeurd. Goed. Als ik Shemal ben, waar ga ik dan in godsnaam bouwen? I have no freaking clue. Oké, voor de mensen die denken, Duffy, heb je niet eventjes gekeken om wat allemaal... Ja, ik heb op mijn stream heb ik een muur gezien. Dus ik dacht, misschien is het hier al meteen. Maar ik heb, hier is het dus helemaal niet. Shit. We moeten even denken over die muur heen of daar langs lopen. Misschien dat het daar ergens is. Denk ik tenminste. En anders weet ik... Wacht, we kunnen daar niet langs. Heb ik bouwblokken? Ook amper. Waar de helft van godsnaam lopen bouwen? Het is ook altijd wel weer wat hier in Roemas. Het is ook altijd wel weer wat dat betreft. Of hij heeft misschien wel bij het hele daar bij het havengebied. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. En bedoel ik niet het kantenhavengebied, maar het andere havengebied waar ik ooit... In een heel ver verleden ooit is ik er iets heb gedaan. Het is weer omhoog klimmen. Mensen, ik moet wel zeggen, mensen, het is wel lang lopen. Hoor. Dat valt er ook wel mee. Maar het is wel lang lopen in de zin van... Het is allemaal zo groot. Je hebt nergens een teleporter of zo, weet je wel. Het zou gewoon super chill zijn. Maar nee hoor, alles moeten we met de benenwagen hier. Alles moet met de benenwagen. Goed, we gaan ook maar braaf door met de benenwagen. Ik gok op het stuk Daro. En zo niet. Dan moet het toch wederom de andere kant op. Maar ik ga ervan uit dat het daar in ieder geval is. Maar I'm not quite sure. Wat is eigenlijk makkelijk om naar beneden te komen hier? Gewoon dit toch? Ja, dit werkt wel. Hoppatee. 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 En dan... Oei. Nou, een betere manier dan dit bestaat bijna niet. Godsamme, spring mis. Hey, ik verlies mijn half hartje. Dat valt in nog. Heb ik verder falling? Nee. Nou. Ik heb geen idee hoe dat kan dat we maar zo weinig damage kregen. Maar ja. Oh, damn it. Maakt me ook vrij weinig uit. Are you kidding me? Duffy is getrapt tussen zijn eigen muur. Haha. Leuk. Oh, for fuck's sake. Moet ik helemaal hier langs lopen? Moet je nagaan wat we er denk ik mee hebben opgeschoten. Helemaal niks. Helemaal niks, die shortcut die ik wou gaan nemen. Helemaal niks. Oké, sesam, open nu. Hé, dat werkt nog wel. Mooi zo. Goed, dan gaan we hier zo allemaal langs. Want het is hier allemaal wel mooi. Dat moet ik wel toegeven. Het is wel mooi. Heb ik allemaal mooi gemaakt. Kappa. En we gaan gewoon door deze kant op. Want ik heb een vrij groot vermoeden dat het aan deze kant moet zijn. Let op mensen. Ik zal nog één keer zo hem voordoen. Sesam, open nu. Hey. Hey. Oh,
rustig maar, joh. Even kijken. Is het hier geweest waar die zijn? Ja, kijk aan mensen. We hebben daar iets gevonden. Ze hebben daar iets gebouwd. Dit is dus het havengebied waar ik ooit bezig was. Maar hebben ze ook met hun tangles aan deze boomfarm gezeten. Maar I'm not sure. Je ziet in ieder geval allemaal... Oh. 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 Dat is wel nice. Er liggen in ieder geval allemaal nog spullen. We gaan eens eventjes onderzoeken. En eens even kijken wat hij in godsnaam heeft gemaakt hier in Roemas. Er zie ik al een kruis staan. Ik denk van... Why? Like, why? Oké. Wat is dit? Rip Snowski. Ja, tuurlijk. Rip Snowski. Geen idee. We hebben hier in ieder geval een heel lelijk pad. Wat de hel is dit? Staat daar eten? Oh, maar het ziet er wel behoorlijk serieus uit, dit. Dirtstone wood. Dus dit hebben ze gewoon hier even lopen bouwen. Hier heb je gewoon bewijs. Je hebt hier gewoon bewijs. Het is hem gewoon. Het is gewoon fucking bewijs. Is hij ook online? Ja hoor, de barbaar. En dan geef je hem al de barbaar. Hij is online. Zie? Hij staat hier, hij heeft gewoon hier lopen bouwen in fucking Roemas. De barbaar. Wat zit hier godsnaam in? Aardappel. Nice gear. Nice. Wat is dit helemaal voor... Waarom heb je gewoon zo'n aardappels erin zitten? Like, waarom hebben we hier gewoon gekookte aardappels? Nou goed, ik weet niet wat dit moet worden. Als iemand weet wat dit wordt, laat het even achter in de reacties. Oh, archer practice. En wat staat daar? Oh, archer practice. Dus we kunnen hier boogschieten skill ding oefenen. Waar moet ik dat dan op doen? Is dat hier? Is dit archer plek? Ik denk het dan wel. Ik denk dat dit het is. Oh. Oh, het begint ook echt... Oh, je hebt hier natuurlijk niet een real-life day-night cyclus. Je hebt hier echt gewoon nacht wanneer het nacht is en dag wanneer... Oh, for fuck's sake. Maakt helemaal niet uit. Dan hebben we gewoon mooie avondshots met avondrood. We weten allemaal wat het betekent. Avondrood. Ochtendwatersloot. Ik weet hem niet meer. avondrood. Ochtends water in de sloot. Ach, weet ik het allemaal. We hebben hier in ieder geval een soort van... Hut-tent ding. Wat moet ik hiervan vinden? Ik bedoel, wij hebben toch in Roemers eigenlijk altijd wel wat stenen support in onze bouwwerken. Niet een soort van harmonica, hoe heet zo'n mondharmonica? Nee, zo'n ding waar je uit elkaar kan trekken waar muziek uitkomt. Hoe heet dat ding? Trekharmonia ding geval. Dat lijkt hier een beetje op. Dat is zo uit elkaar is getrokken. Of dit is helemaal zo'n tent, zo'n bouwpakket tent. Zo van hoppatee en poef, er staat een tent, weet je wel. Maar ja, oké. Okay. Even kijken, hier komt ook nog iets. Dan hebben we hier een... Wat is dit? Wat is dit nou weer? Hallo? Oké, okay, we hebben hier wel een soort van mine. Maar wat is hier in godsnaam de bedoeling? Oh, dit is ook gewoon een mine. Oké, dit is gewoon gemined naar beneden van... Yo, we hebben hier een mine. Met een deur die zeer goed de boel afsluit. Want hier kan je echt niet langs voor de rest. Hoor. Als je hier een deur zit, kan je hier niet langs. Dan hebben we hier dus een huis. Iets. Nee. Schijnbedriegt. Het lijkt zo. Dit, kijk, voor een filmset is het huis af. Ik bedoel, voor een filmset hè, hoef je alleen maar zo de voorkant te hebben. Flik je gewoon daar voor die ramen alsof het lijkt alsof het allemaal bewoond is. Nou, hartstikke mooi in huis. Maar in wijze is het huis gewoon helemaal niet af. Oké. Geen idee ook wat dit is voor de rest dan. We hebben hier enorm grote lollies in de grond staan. En we hebben hier... Wat staat hier? Oh. Het mooie taartje. Nou, het smaakt ook lekker, kan ik je melden. Wood. Red wall, oké. Okay. Het is wel flink gemined. Dirt. Ja, oké. Okay. Eten. Zo, dankjewel. Even een stekje eten mee. Kan nooit geen kwaad. Twee stekjes, kan nooit geen kwaad. En even een aardappel aanvullen, zo. En dan, wat is dit allemaal? Is dit dan gewoon een standaard mine of iets? Of wat ook al? Ik moet zeggen, wel leuk gedecoreerd. Oh. 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 Ik denk, joh, we lopen hier naar beneden toe, want dit is een mine. Maar dit ziet er eerder uit als een plek om iemand om te leggen. Oh. Nou. Hé, gezellig. Daar gaan de ads weer. Daar gaat mijn family friendly alles weer. Want, hè? YouTube, push mijn video's alsjeblieft door gewoon bij iedereen. Het is niks ernstigs, oké? Okay? Dit is gewoon... Hoe het is.
Dit is gewoon een gevangenisje of zo. Oké, okay, nice. Dit wordt in één keer ook een gevangenis. En dan daar denk ik ook ergens. Of zo. Oké, okay, lachen. En dan kan je dus voor de, hier diep moet dicht. Dus voor het raam kan je dus gaan kijken. Ja, dat is best wel ernstig eigenlijk. Goed. Dat wordt hier dus gebouwd. Weten we het ook weer. Ditmaal gemeld door mensen van Duffy. Er worden dingen gebouwd. Wat de hel gebeurt. Er zijn dingen aan het slopen. Er zijn dus alleen maar dingen aan het bouwen. Ik heb geen idee wat dit dus wordt. Mocht je het wel weten, laat natuurlijk dat vooral even achter in de reacties. En voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk om even lekker dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot de volgende keer.